U kijkt naar West Business van zondag 2 december. Dag dames en heren, welkom bij West Business op TV West. Ook deze week hebben we voor u het laatste nieuws over de regionale economie en reportages over creatieve en innovatieve bedrijven. En vandaag schuiven er weer drie gasten aan tafel, daar ben ik weer blij mee. Vandaag bij mij in de studio Marjolein de Jong, wethouder in Den Haag. Ik stel u even voor aan de kijker met behulp van een stelling. Met zulke enorme bezuinigingen in de cultuursector, waar u verantwoordelijk voor bent als wethouder, kun je eigenlijk geen professioneel cultuuraanbod meer garanderen aan de burger in Den Haag. Oneens. Oneens? Volledig oneens. Want? We houden nog altijd alleen al voor de subsidies binnen de cultuursector 50 miljoen per jaar over. Lijkt me toch een aardig bedrag om een heleboel van te kunnen doen. Dus het was eigenlijk te veel wat we hadden? Nou, we hebben gekeken met z'n allen hoe we de zaken beter kunnen organiseren en weer netter kunnen maken. En daar is niks mis mee. Zeker niet in deze tijden, barre tijden. Iedereen merkt het in zijn eigen omgeving wat het voor impact heeft. Ja. En daar moet de culturele sector ook aan bijdragen. Dat hebben ze uiteindelijk ook met veel enthousiasme gedaan. En er wordt nu met heel veel nieuw elan gewerkt. Om dat niveau in ieder geval op een professioneel niveau te houden. Ja, dat is wat u zegt. Het is meer dan een professioneel niveau. We staan volgens de peilingen, of volgens de laatste uitkomst ook van Marlette, die maakt de atlas van de Nederlandse gemeente. Die haalt dit soort dingen ook allemaal in beeld. Op nummer 2 van Nederland. Kijk. Qua cultuuraanbod en qua belang voor een stad en welke aantrekkingskrachten het naar buiten toe heeft. Ja. Dus het is hoog, het blijft hoog. En wij hebben met deze ingreep er juist voor gezorgd dat het de komende 10, 20 jaar hoog kan blijven. Ja. Dat vind ik heel gezond. Ja, dat is mooi. Aan mijn linkerhand Menno Sombroek. U bent directeur bij Meos. Stelling voor u. Als tussenpersoon heb je vaak de schijn tegen, omdat de klant dan denkt dat je partijdig bent. Ben ik het mee eens. We hebben een periode van wat imagoproblemen achter de rug. Gelukkig heeft de wetgever ook vaste kaders nu neergezet waar we aan ze moeten houden. Mm-hmm. Maar je ziet in de financiële dienstverlening in zijn algemeenheid en ook in de assurantiebemiddeling en advies dat daar een enorme revolutie gaande is. Ja. We zullen echt alleen op basis van advies richting de consument zakelijk en privé ons moeten profileren en niet meer vanuit producten. Veel meer vanuit klant. Of gedwongen winkelnering bij verzekeraars. Het moet echt gericht zijn op de consument. Ja, nou daar gaan we het zo meteen nog wel wat meer over hebben. Wat het dan betekent en wat ik daar als klant van merk. Dat lijkt me heel goed. En als derde gast zijn we ook heel blij mee. Beetje terug op het thuisfront. Naida Aurangzeb, journalist, presentator en nog veel meer, heb ik gelezen. Uw stelling, grenzen overschrijden hoort bij de nieuwsgierigheid naar het leven. Of je nou puber bent of je bent volwassen. Ja, helemaal mee eens. Ja? En wat als ik zeg grenzen overschrijden, waar denkt u dan aan? Het is vooral de grens in jezelf, de grens van angst. Ik denk dat daar waar als je jong bent je gewoon dingen doet, onbevangen bent, kun je als je ouder wordt angstiger worden. Maar ja, maar wat dit en wat dat. Mm-hmm. Dus grenzen overschrijden, niet de grens van een ander. Die moet je niet overschrijden, want er gaat een ander over. Maar je eigen grenzen van angst, grenzen van ik kan het niet, zekerheid, die grenzen moet je overschrijden. Want? Anders hou je jezelf klein en kort. Ja, want er ligt waarschijnlijk nog een heleboel achter dat hek dat je hebt opgetrokken voor jezelf. Dus het gaat over leren en ontdekken en daar heb je voor nodig dat je je grenzen overschrijdt. Ja. Hartstikke mooi. Nou. Straks gaan we ook van onze gasten horen wat hun is opgevallen in het nieuws van de afgelopen week. Maar gewoontegetrouw nu eerst ons eigen West Business nieuws in 90 seconden. Delft is de enige gemeente in de regio die dit jaar minder geld uitgeeft aan de nieuwjaarsreceptie. De meeste gemeentes in onze regio bezuinigen niet op de jaarlijkse borrel. Leiden, Den Haag, Alphen aan de Rijn, het Westland en Zoetermeer trekken evenveel geld uit voor het feestje als ze vorig jaar deden. Een nieuw voorstel van de Westlandse burgemeester Sjaak van der Tak moet de nu al 10 jaar durende discussie over de bouw van een nieuw gemeentehuis beëindigen. Van der Tak wil nieuwbouw op 2 plekken, een publiek centrum en een kantoor voor ambtenaren. Op 6 december moet de Westlandse gemeenteraad een beslissing nemen.
ADO Den Haag krijgt een compleet nieuw state-of-the-art trainingscomplex in het Zuiderpark. De bouw daarvan begint in mei volgend jaar. Wanneer het klaar is, is nog niet bekend. Het nieuwe complex komt in de plaats van de ruimtes die de club nu nog in gebruik heeft onder de oude tribunes in het park. Den Haag kan doorgaan met de plannen voor een deel van de Rotterdamse baan. Een nieuwe snelweg die het makkelijker moet maken de stad in en uit te rijden. 10 bedrijven in de Binkhorst hebben tevergeefs geprobeerd via de Raad van State de komst tegen te houden. Ze moeten grond afstaan om de tunnel van de Rotterdamse baan mogelijk te maken. Of de Rotterdamse baan er ook echt komt, is nog niet zeker. Ja, we hebben toch de wethouder van Den Haag hier in de studio. Waar hangt dat nog van af of die Rotterdamse baan er definitief gaat komen, mevrouw de Jong? Nou, volgens mij zijn de financiën op orde. Er wordt nu hard gewerkt aan de plannen. Ik begrijp van mijn vervoerscollega Peter Smit dat hij daar heel druk mee bezig is. En ik hoor alleen maar hele positieve en optimistische berichten over. Ja, dus de kans is wel heel groot dat het gewoon doorgaat. Volgens mij wel, ja. Nog meer goed nieuws misschien? Wat is uw nieuws van de afgelopen week? Nou, ik heb best wel goed nieuws. We hebben een onbezoldigd nieuw en niet onimportante ambassadeur van de stad erbij gekregen. Hele mooie woorden, onbezoldigd en onimportant. Kijk, zeker is een economische item. Zit u nu al te genieten? Waarschijnlijk niet geheel onbekend, Madeleine Albright. Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Onder het Clinton-bewind. Heeft toch wel een hele warme band met Den Haag opgebouwd. Niet in de laatste plaats te danken aan de goede contacten die ze heeft opgebouwd met de burgemeester van Aartsen, toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. En Madeleine Albright was van de week hier in Den Haag om haar eerste boeken te signeren en daarover te praten in diligentia met een ieder die wilde. En waarom komt ze dan naar Den Haag, denkt u? Ja, ik ben ervan overtuigd, omdat zij zo'n goede band heeft met onze burgemeester. En ze voelt zich thuis in die internationale stad van vrede en recht die wij zijn. Mm-hmm. Ze is ook in Amsterdam geweest, maar ze heeft verteld dat ze blij was dat ze diezelfde dag en nog doorkomt. En buiten Den Haag dat nog een beetje uit als het gaat om promotie? Nou ja, dat is natuurlijk op zich een beetje moeilijk. Maar het feit alleen al dat we daarmee de kranten halen en dat kunnen laten zien. En het feit dat zij ook bereid is bijvoorbeeld om het Institute of Global Justice zitting te nemen. Ja. Om ook in het buitenland, en dat is natuurlijk heel belangrijk, uit te dragen hoe belangrijk Den Haag is in de internationale rechtsorde en de vredesmachten. En dat maakt wel indruk, denk ik. Oké, mooie zaak. Menno Zonbroek, wat is uw nieuws van de afgelopen week? Ja, dat is een andere orde dan van Marjolein. Maar minder vrolijk? Het is iets minder vrolijk, maar misschien kunnen we daar wel positief uitkomen. Ik vind de affaire Diederik Stapel wat omvang betreft, en nu is dat eindrapport uitgekomen, dat vind ik toch wel schokkerend. Even kort duiden, de sociaalpsycholoog die eigenlijk betrapt is op fraude. Ja, met gefingeerde data, met ook met gefingeerde personen die heeft getest. Ja. En dan zie je dat in zo'n schil binnen die wetenschappelijke wereld, tot de topbestuurder van zijn universiteit, eigenlijk niemand goed oplet wat er nou gebeurt. En dat de impact. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat het te maken heeft met het slecht vastleggen van een protocol waarin je met elkaar aanhoudt. Mm-hmm. Blijkbaar was hij ook in staat om vrij individueel onderzoek te doen. Er was weinig toezicht op. Wat ik interessant vind is, u trekt de conclusie, niemand let op wat er daadwerkelijk gebeurt. Een andere conclusie zou kunnen zijn, men let wel op, maar men verzwijgt het. Nou, die indruk had ik eerlijk gezegd niet. Hij werd wel een beetje betiteld als een zondekoning binnen de universiteit. Ja. Die eigenlijk zich meer kon permitteren dan een gemiddelde wetenschapper. Nou, dat is per definitie natuurlijk niet goed. Nee. Positieve natuurlijk is dat je nou weer lessen kan leren uit deze affaire. Ja. En dat ik denk dat met een verscherping ook in die wetenschappelijke wereld dit niet meer aan de orde komt. Het is wel een kwalijke zaak dat zelfs internationaal gerenommeerde tijdschriften als Science zijn artikelen gewoon klakkeloos gepubliceerd hebben. Onvoorstelbaar. Ik had begrepen dat Nederland op het gebied van onderzoek er goed op staat. Ja. Ja, dat is dan toch even een deukje. Ja, een deukje. Maar goed. Ja. Nou ja, laten we het maar een deuk noemen. Ja. Ida Aurangzeb? Wat is uw nieuws van de afgelopen week? Ja, ook niet zo heel erg vrolijk, helaas. Oh jee, maar ik kijk er wel heel vrolijk bij. Ik kijk er wel vrolijk bij. Nee, de neuroloog in Enschede was het. Die operaties had verricht bij mensen en stukjes van de hersens had weggehaald terwijl ze gezond waren. Ik schrok ervan, omdat we net daarvoor de afgelopen 2 weken het nieuws uit Spijkenisse, het ziekenhuis in Spijkenisse, waar te veel mensen zijn overleden. Ja.
En ik had voor Radio 1, waar ik Lijn 1 presenteer, had ik al heel veel ziekenhuizen gesproken. En er gaat heel veel mis in ziekenhuizen. Ja. En ik denk als je met een gemiddelde patiënt spreekt, die zegt ook vaak, in ziekenhuizen lijkt het wel alsof je nergens terecht kunt met een klacht. Mm-hmm. Ik denk dat artsen en specialisten in ons land een monopolie hebben. Dat, nou, je kunt er niet aankomen. Maar ik zeg, u bent journalist, legt u even de vinger op de zere plek, u onderzoekt dit. U bent in verre ziekenhuizen geweest. Wat is nu de oorzaak hiervan dat het zo mis kan gaan in ziekenhuizen? Nou, wat ik heb geleerd, want je al onderzoekende praat je met mensen. Wat nieuw was voor mij is dat veel specialisten een soort, bijna een soort eenmanszaak hebben binnen een ziekenhuis. Ja. En eigenlijk het ziekenhuis afhankelijk is van die specialisten. Dus het is een rare en er is eigenlijk geen, niemand heeft de macht. Maar er is wel een raad van toezicht bijvoorbeeld op een ziekenhuis. Ja, maar raad van toezicht, als je kijkt aan die raad van toezicht, is afhankelijk van die specialisten. Als al je specialisten weglopen, dan zakt je ziekenhuis in elkaar. Dan kun je nog zeggen, nou dan heb je een patiëntenvereniging. Ja. Wat weten wij hier aan tafel over neurologie? Ja, niets. Nee. Dus die patiënten en artsen hebben gewoon ook een bepaald imago. Dus je ziet dat die patiëntenverenigingen eigenlijk kansloos zijn tegenover die artsen. En zo'n raad van toezicht kan ook naar huis worden gestuurd. Mm-hmm, ja. Eigenlijk is er niemand, de meeste specialisten zijn niet in dienst van ziekenhuizen. Ze zijn eigenlijk monopolisten. Dus wie kan ze wegsturen? Niemand. Ja, ook een hele kwalijke zaak. Gelukkig hebben we de inspectie van de gezondheid natuurlijk, hè, die kan ingrijpen. Die worden volgens mij wel wat opgeplust nu en uitgebreid om dit te kunnen tippen. Die zijn nu hard aan het werk, maar wel te laat, want de doden zijn gevallen. En wat mij opviel is dat veel artsen, als je dat zegt, een arts zei letterlijk, als je het ziekenhuis inkomt, dan weet je niet of je eruit gaat. Ik dacht, nou, dat is leuk om te weten. Ja. Dat geeft vertrouwen. Ja. Nou, laten we dan vooral voorkomen dat we het ziekenhuis ingaan, denk ik. Precies. We gaan eerst een kijkje achter de schermen nemen. Niet bij een ziekenhuis, maar bij de micro-groentekweker Koppert Kress in Monster. Deze kweker heeft als doel het maken van smaken. Waarmee koks worden verrast, maar ook de gast aan tafel. Moet je kijken hoe mooi de natuur is. Dit kan geen artiest, geen sculptor kan dit maken. Dit zijn kiemplantjes. Dit is het natuurlijkste van het natuurlijkste. Dit is het begin van het leven van een plant. Alleen wij oogsten het heel jong. Hier zie je broccoli. Dit is wheatgrass. Dit is limoenkrest. Dit smaakt naar pastis. Zuid-Frankrijk. Terrasje, Nice, Middellandse Zee. Als je mensen kan raken op hun smaakpapillen, dan raak je een ziel. Dat is mooi. Dat is een heel mooi vak. Deze smaakt naar de beukennootjes. Als je dit proeft, is het herfst, het regent, bladeren zijn gevallen. Storytelling is natuurlijk altijd belangrijk bij een product. Ik kan ook zeggen, dit zijn boomkiemen en die geven maar heel veel opbrengst per vierkante meter. Nou, dat is niet spannend. Dit is onze Crasperience, de Experience Center van Koppert Kress. Hier nodigen wij koks uit heel de wereld uit om aan het mooie fornuis te gaan koken. Dit is de Molteni Podium 4 en hier zijn er maar 4 van gemaakt in de wereld, waarvan er eentje in Europa en die staat hier aan de pool in Monster. Hier mogen komen is voor een kok een beleving en voor ons een beleving om met die mensen te kunnen praten, informatie te krijgen, nieuwe dingen te kunnen bedenken. En het is onze lokeend. Nou, dit is voor koks al een schrik, hè? Want dit kookt in 6 seconden. Dus als je het ingooit en je loopt weg, dan kun je opnieuw beginnen. Dan kan je die pan zien. Die pan is helemaal zwart gebrand, dat het gewoon te snel gaat. Dit is eigenlijk mijn, dit ben ik. En hier hoef ik ook geen moeite voor te doen. Dit is mijn vak, maar het is meer dan mijn vak. Het is mijn liefde, het is mijn alles. Jij denkt wel dat je hier in charge bent? Ja. Marjolein de Jong, wethouder in Den Haag. Deze dagen was het natuurlijk een enorm hot issue. De culturele hoofdstad 2018 en Den Haag. Er is een promotiefilmpje gemaakt van Den Haag. Laten we daar eerst even een fragment van bekijken. Ja. Den Haag. Stad van het goud. Van het gouden hoofd. Van de gouden strot. De muzikale stad. Prinsjesdag. Vlaggetjesdag. De slechte dag. Pluk de dag. Dag van de vrede, stad van de vrede. Het grenzeloos denken, de helden van vroeger en van toen. Bron van inspiratie, de waanzinnige creatie. Stad
van het doen. Ja, mevrouw de Jong, wethouder in Den Haag. Hartstikke mooi promofilmpje natuurlijk wat we gezien hebben. Maar afgelopen vrijdag werd bekend dat Den Haag niet op de shortlist staat als het gaat om culturele hoofdstad 2018. Gemiste kans. Ja, hoe komt dat? Waar is het fout gegaan? Nou, hoe het precies fout is gegaan om in uw woorden te blijven, weet ik niet. Want we horen die uitslag en die onderbouwing pas later. Dat kan nog wel een maand duren. Dus eigenlijk hoor je alleen dat het fout is gegaan en je weet niet nog wat er fout is gegaan. Nee. Je kunt het ook niet repareren. Je hebt geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Mm-hmm. Zo is het systeem van tevoren afgesproken. Maar wat denkt u zelf, even los van het systeem, waar denkt u dat mogelijk toch een oorzaak ligt? Nou ja, wat heel goed zou kunnen, is het feit dat we het hier in Den Haag gewoon al verdomd goed op de rit hebben. Ja. We hebben hier de boel al aardig voor elkaar. We zijn met een heel goed onderbouwd... En we kunnen dat niet voldoende promoten naar buiten toe. Nou, kijk, de gedachte bij culturele hoofdstad van Europa wil nog wel eens zijn dat steden die het moeilijk hebben of die in een transitieproces zitten of in een achterstandse positie, zoals destijds Marseille of Liverpool, dit nodig hebben als steuntje in de rug. En dat hebben wij niet nodig, zegt u eigenlijk? Eigenlijk niet. Nee. We zitten wat dus dat betreft... het is een wassen neus uit geweest. Nou, dat niet. Het was heel mooi geweest. Het was een bekroning geweest voor ons werk. Ja. En ook een bekroning naar de toekomst. Ja. Maar dat neemt niet weg dat we er wel heel veel van geleerd hebben. Ja. Het is een heel intensief proces geweest. De halve stad heeft eraan meegedaan. Ja. We hebben meer dan 1300 gewoon lukraak ideeën binnengekregen. En dat is heel waardevol. Daar gaan we gewoon mee door. Daar gaan we mee aan de slag. We blijven dus die weg gewoon inzetten. De bevolking in Den Haag die merkt dat wel. Die merkt daar vernieuwing zeker, in. Zeker. Ja. Die gaan andere programmeringen in herkennen naar de toekomst toe. Zeker. Ja. En zullen hun eigen ideeën wellicht herkennen. Ja, in die promotie natuurlijk voor Culturele Hoofdstad 2018. U had het al even over een bidboek. Daarin staat dat Den Haag kunst en cultuur van fundamenteel belang vindt voor de samenleving en voor het individu. Gaat de gemeenteraad 12,5 miljoen bezuinigen per jaar op diezelfde kunst en cultuur. Hoe rijmt u dat met elkaar? Kwaliteit en kwantiteit hoeft niet onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Ja, stoere taal, maar vertel even, wat bedoelt u daarmee? Kijk, we hebben in aanloop naar dit huidige kunstenplan, of tenminste het nieuw kunstenplan wat per 1 januari ingaat, wat net besloten is door de gemeenteraad een paar weken geleden, daar hebben we meer dan 2 jaar aan gewerkt. Uh-huh. Omdat we het idee hadden, zeker in deze economische financiële omstandigheden waarin we zitten, ook de culturele sector moet weer toekomstbestendig en hard worden. Mm-hmm. Moet weer jaren mee kunnen. En wat bedoelt u met hard worden? Nou, hard in die zin dat ze weer tegen een stootje kunnen. Ja, ja. Dat ze ook stootjes zelf kunnen oplossen. Net zo goed als allerlei bedrijven. Het is allemaal te gezapig eigenlijk geweest, zegt u. Nee, het heeft weer die swing naar de toekomst nodig. Ja. Dat gebeurt binnen bedrijven ook en binnen ondernemingen. Maar er zijn wel harde klappen gevallen al. Hè? Ja. Theater De Appel, Korenhuis, Residentieorkest. Er zijn al behoorlijke harde klappen gevallen. Er vallen zelfs gedwongen ontslagen, heb ik begrepen, bij het Korenhuis. Als ik bij die ontslagen hoor en ik zit naar te luisteren, dan denk ik, ja, dat is een mooi verhaal, mevrouw de Jong, maar ik ben wel mijn slachtoffer. Wat heeft u die mensen te vertellen? Nou, even ter correctie, De Appel verandert helemaal niks, hoor. Die blijven gewoon onze subsidie houden wat ze hadden. Mm-hmm. Ze hadden alleen, dat is 1,9 miljoen. Oké, maar het Korenhuis dan bijvoorbeeld? Het Korenhuis gaat op een hele andere manier de muziekschool vormgeven. De inhoud van het Korenhuis, wat ze deden en wat ze doen voor kinderen muziekonderwijs met name organiseren, dat blijft bestaan, één op één. Sterker nog, we plussen er 1 miljoen extra bij, onderwijs en examen, om die culturele educatie vorm te geven. En dat is uniek in Nederland. Ja. Wij gaan kinderen vanaf groep 3 een 10-jarige cultuurlijn aanbieden. Dat wil zeggen dat je... per jaar een vervolg krijgt waardoor je met cultuur en educatie in aanraking komt. En dat kan zijn dat je achterstand hebt misschien in taal in bepaalde type scholen of op een andere manier. Maar er wordt er steeds meer en meer geïnvesteerd in cultuur-educatie. Dat is een 10-jarige carrière wat je meemaakt. En dat... Mag ik even naar een andere investering? Ja. Het Cultuurpaleis. Dat heet het Spij Forum, ja. 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 181 miljoen euro gaat daarin worden geïnvesteerd. Hoe is dat te rijmen? Dat is te rijmen met het feit dat als wij nu niet zouden doen aan de huidige bebouwing op het Spuiplein en bij het Koninklijk Conservatorium. Mm-hmm. Daar zit zoveel achterstallig onderhoud. Maar je kunt ook renoveren. Je kunt ook zeggen, nou, komt op ongeveer 68 miljoen alleen op het Spuiplein. Dat is 100 miljoen goedkoper, even snel uitgerekend. Ja, en dan hebben we nog het Koninklijk Conservatorium, waar ook een enorme investering nodig is om de zaak weer... gewoon weer voor een paar jaar door te laten gaan. Hmm. Als je dat nu tegen elkaar af zou wegen en deze investering ernaast zet... dan is het niet alleen dat 1+1=3 wordt... maar het feit dat het conservatorium met een paar honderd studenten...
Maar iedere dag snapte, over dat spuitplein lopen heeft een enorme plus. Ik snap natuurlijk dat u hier een strategisch goed verhaal voor heeft. Maar nu even de bewoner van Den Haag. Die zit hier toch naar te luisteren en denkt van ja, het is wel lastig in deze tijden van crisis. Ofwel, nou ja, misschien zelfs wel een beetje onkies. Dat in deze tijden van crisis zulke grote investeringen worden gedaan in cultuur. Door een nieuw spuitvorm of cultuurpaleis. Kijk, er kunt u ook, dat begrijpen? Nee, u moet het zien als een investering in de stad. En er worden ook grote investeringen gedaan, bijvoorbeeld in de Grote Marktstraat. Doordat wij als gemeente bijvoorbeeld in de Grote Marktstraat zo'n 12 miljoen investeren in de openbare ruimte, wordt er nu al op dit moment voor meer dan 200 miljoen door private partijen geïnvesteerd. Ook dit is een investering in de economische infrastructuur van de stad. Ja. Nogmaals, economie en cultuur liggen heel dicht bij elkaar. Cultuur is een van de vier belangrijkste redenen voor iemand om zich te vestigen in een stad. De waarde die van onroerend goed in de buurt van een gerenommeerd cultuurinstituut zijn enorm hoog. Ja. Het heeft een economische meerwaarde, een aantrekkingskracht. Ja. Maar cultuur is, kijk, ik vind trouwens wel een goed plan hoor, dat dat allemaal er nog mooier uit gaat zien. Maar u zegt dan een gerenommeerd cultuurinstituut. Ik bedoel, als je het conservatorium, hartstikke belangrijk voor de stad. Maar een stad bloeit en groeit ook als er nieuwe initiatieven kunnen zijn. Dus blijft er nog voldoende geld over voor al die jonge mensen en oudere mensen die fantastische initiatieven hebben. Ik noem aan hip-hop. Noem het maar, allemaal nieuwe vormen van kunst. Is daar nog straks geld voor? Met name voor jongeren, hoort je zeggen eigenlijk. Met name voor jongeren, maar niet alleen jongeren. Want wat ik wel opvallend vind aan uw promofilmpje van Den Haag, het is wel erg wit. En Den Haag is niet wit. Oké, dus de vraag is eigenlijk, zijn er voldoende? Dus jongeren, maar ook mensen die niet uit de traditionele cultuur komen. Nou, dat promofilmpje, dat is wel mooi dat u zegt. Want als u hem helemaal zou zien, zou u er wellicht toch wel anders tegenaan kijken, hoor. Dus dat vind ik dan vervelend, misschien dat net dat beeld is ontstaan. Ik ben toevallig vrijdagochtend bij de Stichting Aicht langs geweest, op de Fruitweg in Den Haag. Die doen aan hip-hop van allerlei zaken met jonge mensen. Ja. Hebben nu net binnenkomen in het kunstenplan daar geld voor gekregen voor een periode. Zo zijn er dus meer. Dus eigenlijk wordt voldoende gedaan aan andere initiatieven. We hebben juist, omdat je die keuzes goed moet maken voor je kunstenplan, moet je ook ruimte creëren voor nieuwe initiatieven. Ja. En het kan zijn inderdaad die meedraaiend kunstenplan, 4 jaar. Maar er zijn er ook een aantal waarvan we zeggen, kom nou eerst eens proberen via de culturele projectenpot. Goed, daar zit echt nog geld en ruimte. Ik ga het hierbij laten, want we gaan naar vernieuwen. U had het al even over nieuwe initiatieven, dus ik voel een heel mooi bruggetje. Vernieuwen is belangrijk en onmisbaar, namelijk ook voor ieder ondernemer. En deze week in West Business aandacht voor de Medicine Detection Machine. Deze uitvinding maakt het werk van de apotheker een stuk makkelijker. De machine zorgt ervoor dat medicijnzakjes niet meer handmatig gecontroleerd hoeven te worden. En dat maakt de kans op fouten natuurlijk een stuk kleiner. Dit is de MDM3 van Global Factories. Het is een controlemachine voor de inhoud van medicijnzakjes, die ook wel bekend staan als Baxterzakjes. Dat is eigenlijk de kern van het systeem. Er worden foto's genomen van de zakjes en de software gaat kijken in die foto's van zit er in het zakje qua medicatie wat er ook in hoort te zitten en niet meer en niet minder. Voorheen werden er meer fouten gemaakt omdat wij alle geproduceerde medicatiezakjes zelf met de hand moesten controleren. En dat betekent dat medewerkers in de apotheek duizenden zakjes met het blote oog moesten bekijken. Ja, dat heb ik vroeger ook gedaan. Ja, handmatig met de hand alles nakijken. Na een uurtje, anderhalf uur, dan werd het wat lastiger om het allemaal uit elkaar te houden. Alle medicijnen die in een zakje zitten. Dit is wel wat prettiger en het haalt een hele hoop werk uit onze ogen. Het proces begint eigenlijk hier. Wat je hier ziet is de verpakkingsmachine. Deze machine verpakt de medicijnen in de zakjes. Die zakjes zitten aan elkaar in een hele lange string voor een x aantal patiënten. Zodra deze machine klaar is met produceren, pakken we eigenlijk de rol met zakjes. Die nemen we mee naar het volgende stap in het proces. Hier wordt het zakje, eigenlijk die grote lange streng van meerdere patiënten met meerdere zakjes, die wordt hier gescheiden in een rol voor één patiënt. 8 uur, 12 uur, 1 uur, et cetera. Er zit alle medicatie in één zakje per moment. Dat is heel handig voor de patiënt. Ik weet wel zeker dat met de controle die we nu geautomatiseerd hebben en met de wijze waarop we de medicatie verpakken, dat we nu een veel betere kwaliteit leveren dan voorheen. Dat zie ik duidelijk terug.
vergeleken met een paar jaar geleden. Naida Aurangzeb, u bent journalist en schrijver, maar ook televisie- en radiopresentator. U heeft een documentaire gemaakt met de titel Met het gezicht naar het oosten. Dat gaat over de Wagenstraat hier in Den Haag. Laten we eerst even naar een klein fragment kijken. Ik ken dit plein van toen dit monument er niet was. En ik kan hier nu nooit meer wandelen, lopen, een kopje koffie drinken zonder aan die afgevoerde Joodse kinderen te denken. En misschien is het voor jullie bedoeld als hoop en dat je gelukkig wordt. Maar ik word er steeds zo ontzettend verdrietig van. Steeds weer. Ja, we zien natuurlijk maar een fragment. Wat maakt u zo emotioneel? Ja, wat? Het gebeurde voor de derde keer. Ik dacht, nu ben ik er wel klaar mee. Maar op dat plein, dat is een plein, daar loop je langs. Als je gewoon aan het winkelen bent in Den Haag of als je een kopje koffie wilt drinken. En door het maken van deze documentaire kwam ik erachter dat op dat plein tijdens de Tweede Wereldoorlog op één dag 1400 jonge kinderen, Haagse kinderen, Joods-Haagse kinderen zijn afgevoerd. En dat komt binnen bij mij, waarschijnlijk omdat ik nooit op die manier werkelijk heb beseft wat de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan in deze stad. Mm-hmm. Ja. Wat bracht u eigenlijk op het idee om een documentaire te maken over de Wagenstraat? Ja, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. 18 jaar geleden ben ik verhuisd naar Den Haag. En eigenlijk altijd als ik door die Wagenstraat liep en langs de moskee liep, de Al-Aqsa moskee in de Wagenstraat, dacht ik vanaf het begin, hey, dit gebouw moet vroeger iets anders geweest zijn. En een paar jaar daarna kwam ik erachter dat er buiten een plakkaat hing waarop stond oude Joodse synagoge. Ja. En in de afgelopen 18 jaar ben ik steeds op zoek gegaan naar kleine stukjes van dat verhaal. Ik kwam erachter dat een groep Turkse mannen in de jaren 70 het gebouw dat leeg stond heeft gekraakt. En uiteindelijk heeft opgekocht van de gemeente Den Haag voor 1 miljoen gulden. Mijn idee was om deze mannen te portretteren. Vanuit dit idee, straks leven ze niet meer en dan gaat er een stukje geschiedenis verloren. Ja. En eigenlijk kwam ik tijdens het maken van deze documentaire erachter dat waar ik naar op zoek was naar de verloren Joodse ziel van de Wagenstraat. Nou, wat mij dan toch enorm intrigeert is, u als moslima, wat maakt dat u die Joodse geschiedenis weer even wilt pakken? Ja, ik heb er gewoond, dat is aan de ene kant. Ik heb gewoond en gewerkt in Israël en Palestina. Maar wat het vooral was, is dat ik gaandeweg erachter kwam wat er is gebeurd in dit land en in deze stad. Met mensen die honderden jaren een van ons dachten te zijn. We noemden het al Spinoza. Ja. Ook vlakbij dat Rabijn Maartenplein waar hij ligt. Spinoza dacht dat hij een van ons was. Alle Joden dachten dat ze gewoon Nederlanders waren. En toch waren ze dat niet, want er was maar 5 jaar voor nodig om ze zo massaal af te voeren. Mm-hmm. En dat doet mij denken, hoe hard het ook klinkt, als Nederlandse moslima, als iemand met Pakistanse roots, wat zegt dat over mijn plek in deze samenleving? En wat het mij leert, is dat onverschillig doen, zeggen, nou ja, als ik mijn eigen boterham maar heb en mijn dingen maar geregeld zijn, dat werkt niet. Je moet de moeite nemen om elkaar te leren kennen. Ja. Doe je dat niet? Wat kunnen wij daar als autochtonen, als ik dat zo dan dat woord toch maar even mag gebruiken, wat kunnen wij daar anders en beter in doen om daar veel minder een teneur van onverschilligheid in te laten? Allemaal, hè? Want die onverschilligheid die hebben allochtonen, om maar dat woord te gebruiken, net zo goed. Het is een mens eigen om onverschillig te zijn. Ja. Dat kun je veroorloven als je allemaal hetzelfde bent. Maar dat kun je niet veroorloven als je verschillend bent en allemaal eigen specifieke problemen en kansen meebrengt. Mm-hmm. Dus je moet in een samenleving, als je vreedzaam naast elkaar wilt kunnen leven en gelijkwaardig, moet je steeds de moeite doen om de ander te leren kennen, om de ander als mens te zien. Want uiteindelijk gaat het om menswaardigheid. Mm-hmm. Als de gemiddelde Haagenaar toentertijd de Joden had gezien als mens, wellicht hadden de politieagenten dan niet gezegd, geef me die 7 gulden en dan laat ik je zien waar een Jood woont. Ja. In Sommerhoek is het heftig te knikken. Ja, ik heb vroeger geschiedenis gestudeerd, ook om deze reden overigens. En dat raakt mij ook enorm. Ik woon zelf in Leiden overigens, om de hoek van het Joodse Weeshuis. Dat is een vergelijkbare historie. Kijk, ik denk ook in zijn algemeenheid dat het heel erg in de opvoeding zit. Dus ouders moeten zich bewust zijn met kinderen, ik heb zelf ook kinderen, dat je van jongs af aan kinderen leert
dat er gewoon gelijkheid is onder mensen. En, daar, en dan pakt de school dat natuurlijk ook mede op. Mm-hmm. Maar daar zit de kern. Mijn overtuiging is dan dat ik, als ik naar kinderen kijk, dat die onverschilligheid niet hebben en heel gelijkwaardig met alle culturen omgaan, maar dat wij volwassenen ineens allerlei oordelen en vooroordelen gaan loslaten. Ja, dat idee heb ik helaas niet altijd. Ik zie ook op scholen, je hebt natuurlijk witte en grijze en zwarte scholen, dat dit bijvoorbeeld bij witte scholen best wel een probleem zou kunnen zijn. Hè? Dat het opnemen van anders geaarde of te geloven of wat dan ook, dat best weerbarstig is en dat je daar juist aandacht moet besteden. Ja. Dus dan werkt dat die onverschilligheid ook wel in de hand. Ja. Ja. Zo één op één ligt die oplossing denk ik niet altijd. Ja. Wij roepen in Nederland altijd dat nooit meer. Ja. Dat de Tweede Wereldoorlog nooit meer. Intussen hebben we al kleinere dingen gedaan die daartegen aanschuren. Dus dat nooit meer klopt niet. In die straat heb ik geleerd door het maken van deze documentaire dat die onverschilligheid en de manier waarop men tegen elkaar kijkt eigenlijk alle ingrediënten aanwezig zijn om juist als het puntje bij paaltje komt te laten zien dat nooit meer is dus helemaal niet zo makkelijk. Nee. Het maken van verbinding tussen culturen, tussen mensen. Vindt u dat de politiek daar voldoende aan doet? Er is een verandering, er is een verharding. Kijk, politici zijn ook gewoon mensen die deel uitmaken van deze samenleving. Ja, dus politici spelen ook in op het sentiment in de samenleving. Ja, en zijn een deel van dat sentiment. Ja. Bent u het daar mee eens, mevrouw de Jong? Nee, natuurlijk, dat is ook zo. Er is ook een hele andere manier van politiek bedrijven. Nu kijk hoe we omgaan met het standpunt ontwikkelingshulp. Dat is wel een landelijk issue, hè? Maar er wordt nu heel anders naar gekeken dan vroeger. Ja. Ja, kijk, ik denk tot slot wat het me ook heeft geleerd is dat wij te vaak door die onverschilligheid denken in hokjes. Dus als het gaat over multiculturaliteit, dan word ik aangekeken. Ook als ik op mijn werk ben op een redactie. Ja. Van jij hebt een kleurtje, dus ben jij multicultureel. Maar dat zijn wij allemaal. Mijn geschiedenis als migranten, als kind van arbeiders in dit land, is ook uw geschiedenis. Ja. Wij leven met elkaar in dit land. En is dat ook uw belangrijkste missie? Want u doet heel veel, u maakt eraan televisieprogramma's. En dit is volgens mij een thema wat wel steeds terugkomt. Of het nou een documentaire is of een televisieprogramma. Dat is steeds anders, hè? Want iets wat als je de documentaire ziet, het verrassende vind ik, is dat uiteindelijk ik eigenlijk zeg, eind van de rit vind ik dat moslims en ook de mensen die nu in de Al-Aqsa zitten, veel meer moeten beseffen wat er gebeurd is met de jodenvervolging. Wat je te vaak ziet is dat moslims het thema joden één op één zien met Israël. Wat ik heb geleerd is dat je Israëlische politiek, waar ik heel kritisch naar ben, niet kunt vergelijken, niet één op één kunt trekken met dat wat hier gebeurd is met de Joden. Ja. En dat is iets wat moslims soms toch moeilijk vinden om te zien. Ja. Heel ander onderwerp, denk ik. Ik ga er helemaal van stotteren. Menno Zonbroek, u bent directeur van Kröller Assurance in Den Haag. Onderdeel van Meus. Ja. Financieel advies aan klanten wordt vanaf 2013 niet meer gratis. Ja, het ligt iets genuanceerder als het gaat om het adviseren in complexe producten. Hypotheken, levensverzekeringen, pensioenen. Ja. Waarbij je als klant wel echt moet nadenken omdat je langjarige verplichtingen aangaat. Is het inderdaad zo dat per 1 januari aanstaande aanbieders van dat soort producten transparant moeten zijn in hun verdiensten. Mm-hmm. Duidelijk moeten maken aan een klant wat doe je, dat leg je ook vast. En dat je met een klant ook een fee overeenkomt voor het advies wat je gaat geven. Ja. Dat is een enorme verandering ten opzichte van wat jaren gemeengoed was. Maar dat betekent eigenlijk even voor mij als klant dat ik al betaal. Ik betaal al fee voordat ik überhaupt een handtekening heb gezet voor een overeenkomst. Want die heeft al advies aan mij gegeven. Nee, dat advies dat kan natuurlijk in tijd gemeten best wel een aantal weken of maanden in beslag nemen. Mm-hmm. Dus je tekent wel voor een heel traject met allerlei zeg maar stukken die uiteindelijk tot dat advies leiden. Ja, dat is een inteken, dat is een vermogenstoets, dat is een klantprofiel, noem maar op. In het begin van de uitzending had u het over dat de ontwikkeling er gaande is van productgericht naar klantgericht in uw branche. Ja. Hoe rijm ik dat met dit? Nou ja, als je aan een relatie, aan een klant duidelijk maakt wat je gaat doen voor die klant, dan is dat ten opzichte van het verleden al een hele grote stap. Want dan was het in feite zo dat een consument of een zakelijke relatie een product van je afnam. Het was volstrekt onduidelijk wat voor service hij mocht verwachten van de aanbieder. Ja. Maar het was ook volstrekt onduidelijk welke marge die aanbieder uiteindelijk aan het product kon ontlenen. Ja, bekruip mij toch weer even het gevoel, ook als ondernemer, van ik ben dus jarenlang eigenlijk alleen maar als een nummer behandeld. Er is nooit echt naar mij geluisterd. Er is nooit een analyse gemaakt van mijn situatie. Er is nooit maatwerk geleverd. En nu eindelijk worden ze wakker.
En gaan ze ook aan mijn belangen denken? Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat snap ik. Kijk, als je het heel generalistisch bekijkt... Maar zou het toch kunnen kloppen? Als je het heel generalistisch bekijkt, zou dat een aanname kunnen zijn. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook in onze wereld zo dat de goede ook hebben geleden onder, zeg maar, de kwaadwilligen. Mm-hmm. En helaas is het zo dat in de financiële dienstverlening, en specifiek ook als garantiebemiddeling, de zelfregulering niet van de grond is gekomen. Dat dan de wetgever uiteindelijk moet ingrijpen, waar ik trouwens best wel voorstander voor ben. Waardoor dat proces, meer te denken in advies, in het belang van de klant, nu wordt versneld. Er gaat een tarief per uur dan dus komen, hè, voor het advies. Waar moet ik aan denken? Ja, dat hangt een beetje van... Wat gaat u kosten? U moet ervan uitgaan dat een hypotheekadvies, dat zo rond de €125 per uur zou kunnen bedragen. Maar het is uiteindelijk ook zo dat je met de klant zelf uiteindelijk wel een tarief kan bepalen. Oké, dus het kan over onderhandeld worden? Kan over onderhandeld worden. Ja. En het is afhankelijk van de grootte van het adviesbedrijf. Ja. En ook natuurlijk de eigen overhead. Ja. Wat uiteindelijk in rekening wordt gebracht bij een klant. Ja. En die kan kiezen. Ja. Ben ik nou verdediger uit als klant? Wat ik vreemd vind, eerlijk gezegd, is dat ik aan de voorkant moet ik tekenen bij het kruisje. En daar betaal ik een bedrag voor. En dan krijg ik een advies waar ik het misschien niet mee eens ben, maar ik heb wel betaald. Nou, de inhoud... Klopt dat? Nee, dat klopt niet helemaal. Als je kijkt naar de oude wereld, zou ik maar zeggen, was die marge op complexe producten best wel onevenredig groot. Laten we even niet naar de oude wereld gaan, even naar de nieuwe wereld. Maar als je naar de nieuwe wereld gaat schakelen en je gaat kijken wat een advies in de regel gaat kosten voor bijvoorbeeld een hypotheek. Mm-hmm. En je kijkt naar het product wat de klant dan uiteindelijk afneemt, die hypotheek. Mm. Dan is de optelsom van beide niet zo per definitie dat de relatie meer kwijt is. Mm. Oké. Okay. Nee. Iets anders is, uw bedrijf Meos doet ook in Den Haag veel zaken met expats, hè? Dat doet Kruller met name. Ja, Kruller binnen Meos. Waarom kiezen expats voor uw bedrijf? Dat is een hele leuke vraag. Ja. En dat komt... ook een heel leuk antwoord. Ja, maar dat komt, het is eigenlijk heel van alle tijden. Wij hebben gemerkt, en dat, zeker bij Kruller weten we dat al jaren, dat uiteindelijk tevredenheid bij klanten terug is te brengen op een drietal basisbeginsel. Dat is gewoon doen wat je belooft, aandacht geven en duidelijk zijn in je advies. Mm. En Kruller doet dat met name in die expat community, maar ook bij de ambassades en consulaten, waar we een hele grote steek hebben in Den Haag, al sinds jaar en dag. Mm. Dus je moet het eigenlijk zo zien, een relatie in die wereld bij ons, die kan elk moment van de dag bellen. Ja. En dan wordt hij gewoon op dat moment door een adviseur, wordt hij op maatwerkbasis geholpen. Ja. En dan gaat het via mond-op-mond reclame. Recommendatie gaat in die wereld heel erg snel. Mm. Wat we bij Kruller als voordeel hebben, dat we een hele grote multinational in Den Haag, zal de naam niet noemen, al 60 jaar bedienen. De werknemers daarvan. Mm. Daar zitten heel veel expats bij. Dat zijn allemaal mensen die ook in Den Haag wonen. Die vaak wel verbindingen hebben met consulaten, ambassades. Maar ook met NGO's en andere grote internationale instellingen. Dus dat is een soort olievlekwerking die uiteindelijk gewoon gebaseerd is op heel dicht op die klant zitten en aandacht geven. En eigenlijk is het niet meer dan dat. Ja. Daarnaast is het zo, wil ik ook even aangeven. Tot slot, in één zin. Dat een consument in de weerwal waarvan wat internet biedt, in het oerwoud, gewoon behoefte heeft aan een gids en aan een lampje. Ja, een gids en een lampje, maar inderdaad volgens mij ook wel aan dat maatwerk. Dus wat dat betreft ben ik blij dat uw branche in die zin met al respect een beetje wakker geworden is. Ja. U had al even over mond-tot-mond reclame, of mond-tot-mond reclame hoor je volgens mij te zeggen. Het is tijd om te netwerken. Sam heeft een kijkje genomen bij de halve finale van de Next Entrepreneur Award in het World Forum in Den Haag. Een prijs van de Rabobank en MKB Nederland voor startende ondernemers. En natuurlijk, waar Sam is, wordt genetwerkt. Next Entrepreneur 2012. Wat voor talenten wordt er gejaagd? Er wordt met name talenten gejaagd die echt iets anders te brengen hebben. Iets inspirerends. Met elkaar dingen willen delen. Vernieuwend, innovatief. En dat geldt helemaal niet, want het is de term jonge ondernemers. Maar dat betekent dat je bedrijf dan 0 tot 3 jaar is. Dus dat is de leeftijd. Maar dat zegt niks over de ondernemer zelf. Starters, dat is gewoon belangrijk voor ondernemerschap en de economie van Nederland. Nou, als wij een platform kunnen bieden om mensen daarbij te helpen, te enthousiasmeren, te stimuleren, dan doen wij dat graag. Wij zijn als Rabo, het past bij onze identiteit om mensen te helpen hun dromen te verwezenlijken. En dit is dit echt een heel mooi voorbeeld van. Eén ding wat ik zeker heb geleerd, is dat je kan uitgaan van ideeën van anderen. Maar als je ideeën van jezelf nog beter vindt, gewoon aanhouden en doorgaan. Ja, slotvraag alweer voor onze gasten. Graag een kort antwoord. Mevrouw de Jong, u bent ook ondernemer geweest. Ja. U bent ondernemer geweest. Ja. 2 restaurants heeft u gehad. Klopt. Wanneer komt het 3e restaurant?
als we weer wat meer tijd hebben. Dus na de politiek longt er weer een carrière in de horeca? Nou ja, wat het precies, weet ik niet precies hoor. Ik moet je zeggen, dat zit nog niet helemaal op het netvlies. Wat me heel leuk lijkt, is een mooie B&B. Oké. Okay. Nou. Maar manlief denkt er nog anders over. Ja, nou, dat gaan we nu nog even beïnvloeden. Nou, Ida, u heeft in vele culturen geleefd. Wat kunnen wij Westelingen nu leren van bijvoorbeeld de cultuur in het Midden-Oosten? Ze kijkt maar aan, ze zegt ja. Jeetje. En dan graag nog een kort antwoord. Tijd maken voor elkaar. Tijd maken voor elkaar. Ja, en geen afspraken weken van tevoren, maar dat je gewoon tijd maakt voor elkaar. En gastvrijheid. Gastvrijheid en tijd maken voor elkaar. Ja. Mooi. Meneer Sombroek. Ik zit als ondernemer te kijken naar West Business Trouw elke zondag. Wat is het belangrijkste advies wat u mij kunt geven? Als ondernemer zou ik zeggen, laat je bedrijf nu dan echt even analyseren. Laat het scannen op risico's. Maar ga daarna beslissing nemen of je een verzekering nodig hebt of anderszins. Hmm. Maar maak tijd voor die analyse, is heel belangrijk. Nou, allemaal goede adviezen en mooie woorden aan het einde van deze aflevering van West Business. Want dit was het alweer op TV West. Ik wil mijn gasten bedanken. Marjolein de Jong, wethouder in Den Haag. Naida Zangret natuurlijk. Veel succes met alle televisie- en radiooptredens nog. Dankjewel. En met de documentaire. Wanneer is die nog te zien? Die is zo meteen te zien om 5 uur op Nederland 2. Nederland 2. Dus kijken. Okay, gaan we kijken naar West Business. En Menno Sombroek, heel veel succes natuurlijk met uw assurantiebedrijf. Iedereen in de studio hier, bedankt voor het aanwezig zijn en het kijken. En u thuis, bedankt voor het kijken. Deze uitzending en alle items hieruit kunt u weer terugvinden op onze site omroepwest.nl. En we zien elkaar hopelijk weer graag volgende week. Tot ziens, dag. Nou jongens, dank je. Ja, leuk. Dank. Ja, dank je.